Governance is eigenlijk de manier waarop de organisatie bestuurlijk is ingericht. Maar heel belangrijk is dat governance ook zegt dat de organisatie kennis moet hebben van de risico's die zich afspelen. Want ze moet daar goede verantwoording over kunnen afleggen. Dus governance, de invulling van governance, moet leiden tot eigenlijk een risicomanagement systeem binnen de organisatie. ISO 9001 was altijd al verantwoordelijk voor klanttevredenheid, het verhogen van klanttevredenheid. En dat de organisatie zodanig ingericht is dat dat ook gerealiseerd kan worden. Daar is nu aan toegevoegd dat er ook een contextanalyse moet gebeuren. Wat zijn we eigenlijk allemaal aan het doen met elkaar? Wie zijn onze klanten? Wie zijn onze stakeholders? Om die goed te bedienen, wat kan er allemaal misgaan? Er zijn veel meer en veel explicietere eisen gesteld die invulling geven aan de betrokkenheid van dat management. Ze komen er veel minder makkelijk mee weg, om het zo te zeggen, dan ze wellicht in het verleden konden. In het verleden kon bij wijze van spreken het hele functioneren van het managementsysteem worden gedelegeerd aan een kwaliteits- of milieumanager. En nu worden er expliciet een aantal taken, activiteiten benoemd, die echt het topmanagement zelf tot haar verantwoordelijkheid moet rekenen en daar ook een invulling aan moet geven. De nieuwe normen moeten ertoe leiden dat het topmanagement ook veel meer inzicht krijgt in wat zo'n systeem nou eigenlijk betekent. Wat voor belangrijk en nuttig hulpmiddel het is om het beleid van een organisatie te realiseren.